Carterre is ontstaan 10 jaar geleden. Ik heb dat zelf opgericht. Mijn broer is al vrij snel bij in het bedrijf komen werken, dus we doen het eigenlijk als twee broers nu samen. Dat was een serieuze uitdaging of een serieuze droom die we hebben proberen vast te pakken. We zijn heel kleinschalig begonnen, bij mijn ouders thuis in het tuinhuis, een klein magazijntje gemaakt. En zo stelselmatig blijven investeren, blijven werven aannemen. En nu, 10 jaar later, zijn we uitgegroeid tot een bedrijf waar ik heel fier op ben. Gedurende jaren is eigenlijk alles zo geëvalueerd dat we zijn beginnen inzetten ook op onze eigen boomkwekerij. Omdat we er toch vanuit gaan dat de planten die we zelf kweken beter zijn en doelgerichter gekweekt voor in onze tuinen met karakter te verwerken. Als er een klant naar ons komt met een bepaald idee of een bepaalde wens die hij wil realiseren, dan gaan een van onze twee gediplomeerde tuinarchitecten altijd eerst eens een kennismakingsgesprek doen met de mensen. Wij gaan een plan maken van de tuin dat we samen met de klant kunnen overlopen en bespreken. Daar laten we ook 3D-beelden bij zien, zodat de klant een perfect inlevingsmoment krijgt van zijn droomtuin. Onze naam, Carterre, dat is gekomen omdat wij ook geloven in tuinen met karakter. Onze klanten zijn ook meestal mensen met karakter, dus die hebben een bepaalde eis en wij zetten daar eigenlijk heel graag op in. En zo zijn we eigenlijk stelselmatig nu nog altijd aan het groeien naar de perfecte tuin bij de perfecte klant.